En dan de laatste tablet van dit rijtje. Dit is de Acer Iconia W500. Ja. En daarvoor hebben we nog heel even dat toetsenbordje van de Asus Transformer er terug bijgepakt. Want ook die W500 is een toetsenbord. Daar gaan we het eigenlijk over hebben. Want eerst even de tablet zelf. Want de W500 en de A500 lijkt heel goed op elkaar. Maar de A stond voor Android. En de W staat voor Windows. Voor Windows, ja. En eigenlijk is het ook een A. Want er zit een AMD-processor in. Dat is eigenlijk een van de eerste tablets die we gezien hebben. Die op basis van AMD is gemaakt. Er zit zo'n C50. Dat is zo'n Fusion-processor. Waar we het al eerder over hebben gehad. In. En De grap is dat AMD die Fusion-processor zelfs nog iets geschikter heeft gemaakt voor tablets. Want normaal is het een processor met een TDP van 9 watt. En die Fusion in deze W500 is nog iets verder teruggeklokt. Voltage wat verder terug. En hierin zou die dan rond de 6 watt moeten gebruiken. Ja, het is nu ook een 1 gigahertz processor geworden. Ja, en het is... Ik moet zeggen, een van de meer interessante Windows tablets. Want ja, kijk, Windows is toch nog niet helemaal geoptimaliseerd om te gebruiken met, op een tablet computer. Maar wat een van de aardige dingen is, dat als je dan zo je hand erop houdt, dat er dan een cirkel in beeld komt. En daar kan je dus een aantal handige applicaties die met touch te bedienen zijn gebruiken. Ja. Yeah. Maar het verhaal blijft eigenlijk staan. Een Windows tablet kies je vooral als je zeg maar zakelijke applicaties moet of wil gebruiken. Ja. Die gewoon voor andere toepassingen niet beschikbaar zijn. Want je merkt gewoon aan alles. Windows is bedacht op muis en toetsenbord. Ja. Terwijl iOS en Android zijn bedacht op vingers. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat in combinatie met deze teruggeklokte AMD C50 processor, dat ik het ook wel een hele trage computer vind. Het is bijna onprettig om mee te werken. Nou, we hadden net eventjes de Asus e-Transformer hadden we natuurlijk in de studio staan. We hebben nog even het toetsenbordje erbij gepakt. En wat we net al lieten zien, die kan je eigenlijk zo mooi dichtklappen als een echte netbook. Ja. En dat feest gaat niet door, want dat werkt niet met dit toetsenbordje. En dan kom ik toch ook een beetje bij het nadeel van dit toetsenbord. En dan kunnen we ja, eigenlijk... als je dicht gaat, die klapt dan direct vanaf. Ja, dan zijn dus ook twee losse onderdelen. Maar wat je dan ook een beetje ziet is dat ja, dit is een prettig toetsenbord om mee te werken. Het is vergelijkbaar met wat je op een netboek kent. Nou, en hier hebben ze dus, dit zijn de muistoetsen en hier hebben ze zo'n trackpoint, wat je wel kent van de Lenovo en die zakelijke HP laptops en sommige Dell laptops die hebben dat ook. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb er even mee zitten werken en ik had echt zoiets van, waar is de muis? En ik heb dus ja, gelukkig hier altijd een bak met muizen staan om snel de muis eraan gelegd. Want ja, ik echt een ramp om mee te werken. Ja, dat is eigenlijk grappig. Dat de Android tablet kun je dus wel mee werken als zijnde een echte notebook. Ja. En de Windows tablet is dat veel lastiger. Ja, het is eigenlijk paradoxaal. Ja, de toetsen hiervan die zijn wel heel prettig. Maar de muisbediening, ja, ik word er niet heel erg vrolijk van. Deze Iconia Tab, die kost €499. En als je dan het toetsenbordje erbij wil hebben, dan ben je €599 kwijt. Maar dat betekent dus sowieso dat de versie zonder toetsenbord al €100 duurder is dan de Android versie. Ja, maar hier zit standaard 32 gigabyte in. En de Android versie zit 16 gigabyte in. En als je de 32 gigabyte versie winst van de Android uitvoering, dan ben je ook €499 kwijt. En dan is het toch weer ongeveer hetzelfde.